Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. Dennis, dit seizoen, nieuwe trainer, eenmaal een nieuwe speelstijl, daar begin je mee. Jij groeide eigenlijk een beetje met elftal mee, hè? Begon wat minder in het eerste seizoen zelf, maar je klom omhoog. Heb je dat zelf ook zo gezien? Ja, ik denk het wel. In het begin was het wel wennen, denk ik, ook voor iedereen. Een hele andere speelstijl die we gewend waren. Ja, en een tijd, vooral in de tweede seizoen zelf, wist iedereen gewoon echt wat ze moesten doen. Het liep het ook goed en hebben we echt goede series neergezet. En in de eerste helft ook nog een paar slechte series. Maar ik denk gewoon als je het hele seizoen bekijkt dat we echt wel een mooie stijgende lijn hebben doorgezet. Is het elftal tevreden? Ja, ik denk het wel. Achteraf had er meer in gezeten. We hebben op een gegeven moment 5 keer achter elkaar verloren. Maar als je daar eigenlijk eentje van of twee van wint, ja, dan had je achteraf misschien gewoon bovenaan gestaan. Dus er had meer in gezeten. Maar ja, van tevoren, derde is een mooie plek. Ja, als je verloor vorige week van Spakenburg, dan heb je er even geen zin meer in, kan ik me voorstellen. Was het dan wel makkelijk om die spirit vandaag wel weer te krijgen, die goede spirit? Ja, het was wel in het begin denk ik inderdaad van, nou ja, je hebt verloren van Spakenburg, wordt geen kampioen meer. Maar ja, het theoretisch had het nog gekund. En ja, het is gewoon de laatste thuiswedstrijd. Voor het publiek is het natuurlijk mooi om afscheid te nemen met een mooie wedstrijd. Natuurlijk, een paar spelers die afscheid nemen, dus daar wil je ook wat gewoon een leuke wedstrijd voor neerzetten. En uiteindelijk hebben we dat heel mooi gedaan, denk ik. Ja, want het waren eigenlijk twee verschillende wedstrijden, hè? Als je de eerste helft met de tweede helft vergelijkt. Ja, de eerste helft was lastig. We kwamen zelf niet helemaal echt goed aan een spelletje toe. En de tweede helft begonnen we gelijk goed met een doelpunt. Ja, en toen zakte bij Cadillac zakte het eigenlijk wel in. Ja, en toen zochten wij goed de ruimtes en speelden wij goed. En het was gewoon een mooie score. Dat moet ook wel een goed gevoel geven voor jou, maar eigenlijk ook voor de hele ploeg. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, als je toch gewoon zo het seizoen afsluit, geeft het toch voor volgend seizoen geeft het toch weer extra hoop om toch wel serieuzer mee te doen bovenin. En gelijk vanaf het begin af aan gelijk deze lijn door te zetten. Ja, voor jou is de doelstelling dan kampioen? Ik denk dat we wel mogen stellen dat we volgend jaar, we hebben team houden gewoon een beetje bij elkaar, dat we zeker bij de bovenste moeten meedraaien. Ja. En wat moet HHC er dan voor doen in de zomerstop? Ik denk dat we gewoon moeten beginnen, gewoon de voorbereiding goed moeten beginnen. De lijn doortrekken die we nu ook zijn geëindigd. En gewoon ons eigen spelletje blijven spelen en voor elkaar blijven werken. En dan weet ik zeker, als we gewoon wat stabieler zijn, dus elke keer niet 5 series achter elkaar verliezen, dat we dan serieuze titelkandidaat zijn, ja. Top, mooie afsluiting. Beleef de geschiedenis van HHC Hardenberg opnieuw met het HHC Hardenberg jubileumboek. Bestel hem nu op hhchardenberg.nl. Dit is HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.